Hey, hallo! Wat leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Katje van Guldik podcast, de podcast waarin ik jou als professional en leider help jouw leiderschap te vergroten, met als resultaat vervulling, voldoening en verbinding in jouw werk en je leven. Ik zet je aan, ik laat je nadenken en ik wil je vooral laten voelen, want daar is de magic. In die verbinding met jezelf vind jij je antwoorden, inzichten en komt jouw creativiteit los. Kun jij je voorstellen wat er dan gebeurt? Nou, ik heb er zin in. Ik hoop jij ook. Let's go. Ja, let's go. Leuk dat je er weer bent. Ik begin meteen uh, met een vraag. En het gaat over je werk. Vraag jezelf eens af hoeveel plezier jij nog hebt in je werk. Dus hoeveel fun of geen fun je hebt in je werk. En kun je voor jezelf eens nadenken van hoe actief ben ik in mijn werk of niet actief? En met actief bedoel ik uh, hoe hard je werkt. En ook, ik denk er ook bij eens na in vergelijking met anderen. Uh, want wat voor de een hard werken is, is voor de ander niet zo hard werken. En het is misschien wel leuk, bedenk ik me nu, om dat eens dus op papier te krijgen. Dus als je in de mogelijkheid bent om papier en pen of een stift te pakken. Dan wil ik je vragen om even op pauze te drukken en een pen en papier te pakken. Kun je dat niet? Want je rijdt bijvoorbeeld auto. Dan wil ik absoluut niet dat je dit doet. Um, dan, dan neem ik je mee um, al pratende en kun je het misschien in je hoofd voor je tekenen. Dus als jij een pen en papier nu hebt, kun jij dan op dat uh, papier een kruis tekenen? En dan. Kun je denken aan het kruis van de vlag van Zwitserland of van het Rode Kruis. Dus een, een, een horizontale streep met een verticale streep erdoorheen in het midden. En op die verticale streep zet je aan de bovenas um, actief. En aan de onderkant van die streep zet je niet actief. Kijk je naar die horizontale streep. Dan is de linkerkant no fun. En aan het andere uiteinde van die horizontale streep zet je fun. En dat staat dus aan de rechterkant. En nou wil ik vragen of jij jezelf wilt plotten in deze grafiek. Dus hoe actief ben je? Kijk daar eens naar op die verticale lijn. Is dat boven het, boven het midden, onder het midden? En hoeveel fun heb je? Is dat echt... Is dat neutraal? Of is dat links? Meer naar de no-fun kant of meer naar de fun kant? En als je het antwoord niet weet... want het kan nog wel eens per dag wisselen... ja, kijk dan even over, over de balans... waar je het meeste zit. En dan neem ik je nu mee... als jij je geplot hebt... Uh, in wat het allemaal betekent. Want als jij... Uh, Rechtsonder zit, dus dan ben je zit je onder het gemiddelde van actief en zit je aan de funkant, dan ben je een tevreden medewerker. Dan ben je kalm, dan werk je, dat vind je prima. En als je werk klaar is, dan sluit je de deur achter je en ga je naar huis en vergeet je misschien wel je werk, want je bent gewoon een tevreden, kalm medewerker. Zit je daarboven, dus ben je actief. En je hebt fun, dan zit je op de plek van de bevlogen medewerker. En bevlogen medewerkers, um, die werken hard. En die gaan meestal naar het werk met van: uh, Ik mag werken, ik heb er zin in. En die krijgen ook wel weer energie als ze op het werk zitten. Ik heb het natuurlijk niet over een ochtendhumeur die je kan hebben, of uh, dat blij gevoel dat je hè, op een bepaald tijdstip ergens moet zijn. Dat hebben we allemaal, maar zodra je op je werk bent, dan gaat het weer. Dan ga je gewoon weer lekker aan de slag. Dan voel je wel die intrinsieke motivatie. En dat is de bevlogen medewerker. Zit je aan de andere kant van no fun en actief? Ja, dan zit je natuurlijk aan de kant van dat je hard werkt... maar je vindt het eigenlijk over het algemeen niet zo leuk. En weet je, het is niet altijd leuk op werk, vind ik, denk ik. Um, hé, laten we zeggen dat, dat, dat er een gezonde balans is van... Uh, nou, laten we zeggen, 65, 70 procent is het werk gewoon leuk... en uh, 35 tot 30 procent uh, zijn de moetjes. Er, er horen altijd dingen bij werk die uh, niet zo leuk zijn. Maar als je in, die, in dat kwadrant zit, dan... Ja, dan geven we de naam workaholic aan deze persoon. Dus misschien ben je over het algemeen wel een workaholic. Dan ga je naar het werk van: ik moet. En de emotie hierbij is: ja, ik, heb hem, ik noem hem vijandig, hostile, vijandig. En waarom noem ik dat vijandig? Omdat de taal in je hoofd, de gesprekken die je hebt in je hoofd, jouw gedachten, zijn niet zo gezellig. Die zijn kritisch, die zijn. In de moed van, gadver, oh, dan belt die klant weer. Oh nee, hier heb ik geen zin in. Oh, moet ik dit weer doen? Oh, het werk stopt niet. Wanneer stopt het? Dat zijn de gedachten die vaak in dit eh, kwadrant horen. Maar je werkt wel hard, want ja, dat zit in je. Dat, die discipline, het doorzetten en gaan. En, en hier werk je vanuit de motivatie. Wat ik noem de extrinsieke motivatie. Dus je werkt vaak voor de dingen omdat, ja, simpel gezegd er moet brood op de plank komen dus je doet deze baan maar of je werkt voor status ja, dat geeft toch een bepaald aanzicht of um, je werkt voor die leaseauto um, in deze baan kan je een bepaalde leaseauto rijden het gebeurt je werkt voor die bonus of je zit gewoon in een heel fijn contract en ja, je hebt zoiets van: als ik naar buiten ga, als ik naar andere bedrijven ga, of als ik voor mezelf ga beginnen. Ja, dan heb ik al deze voorwaarden niet meer. En blijf je daar maar op die plek zonder dat je gelukkig bent. De workaholic. En dan hebben we nog één kwadrant. En dat is de kwadrant van dat je no fun hebt en onder het gemiddelde van actief zit. Dus meer naar de non-active part van dit. Van deze grafiek. En uh, dit is het gedeelte, en ik weet niet hoe laag als je hier zit, hoe laag je zit, maar dat begint eerst met uh, ja, sombere gevoelens, heel moe zijn. En dat kan, al, hoe lager je gaat, hoe meer dat naar de overspannen diagnose kan gaan, of naar zelfs een burn-out diagnose kan gaan, dat je echt niks meer kan, dat je geen eitje meer kan bakken, niks, en dat je alleen maar op die bank kan liggen en uh, uh, daar ligt te zijn. Dat kan. Uh, het kan ook een bor-out zijn, dat je gewoon. Um, en ik, ik heb dit wel eens meegemaakt in de praktijk, dat ik een zeer hoogbegaafd, intelligent uh, iemand voor me had van de ICT-afdeling. Zo'n slimme man. En die zat gewoon tegen een boorout out aan, die verveelde zich, had geen uitdaging. Uh, die had het echt nodig om zijn brein te kunnen kraken. Uitdagend werk. Maar wist even niet meer hoe moet ik dit regelen? Hoe moet ik naar een nieuwe baan? Maar dat zeiden: Dit kwadrant is dus niet actief, no fun. Ja, hier hebben we allemaal wel eens gezeten. En de een wat korter dan de ander. Uh, maar dit is vaak de, de hoek van ja, oververmoeidheid, overspannenheid en uh, burn-out. Nou, waar ik iedereen natuurlijk graag wil hebben die je coach is, is dat je naar je bevlogenheid gaat. Dat je echt vanuit je hart, vanuit vervulling en voldoening uh, je werk doet. Dat je energie krijgt van uh, wat je aan het doen bent. De bevlogen medewerker die werkt vanuit een intrinsieke motivatie. Die werkt hard en die komt thuis en die moet ook bijkomen van werk, maar die knapt daarna weer op. Daar zit veerkracht in. En de volgende dag gaat hij naar zijn werk, maar hmm, misschien wel met tegenzin of niet. Um, maar als hij weer op zijn werk is, joh, dan gaat het weer en uh, dan gaan we er weer voor. En die intrinsieke motivatie, ja, dan doe je het echt vanuit binnen naar buiten. Je doet iets wat bij jou past, bij jouw waarde past, bij wat, jij, wat jouw energie geeft. En vaak geloof je ook gewoon in de waarde van de organisatie of in ieder geval in jouw team. Of in de afdeling uh, waar je werkt, of in je eigen onderneming. Ja, dat, de ondernemers zijn vaak uh, enorm bevlogen. Uh, en zo niet, uh, ja, dan mogen ze hun intrinsieke motivatie weer uh, gaan zoeken. Vanuit hun hart natuurlijk. Vanuit je hartintelligentie, want die weet het. En ja, ik hoop natuurlijk uh, dat jij dat nu ingevuld hebt. Dat je in die bevlogen hoek zit. Zo niet, dan wil ik graag. Dat je je afvraagt van, hé, hey, hoe sta ik nu met mijn energie? En waar sta ik nu met mijn werk? Wat vind ik nu echt belangrijk? Gebruik ik al mijn talenten wel? En als het schuurt, als, het, als je in de, aan de no fun kant zit van deze grafiek. Dus je bent of de workaholic of iemand die gewoon ja, vermoeid, oververmoeid, overspannen, burn-out is. En je voelt je daar fit genoeg voor. Dat je je gewoon eens navraagt van, oké. Okay, het wordt weer eens tijd om te kijken naar wie ben ik, wat wil ik en uh, wat kan ik? En ja, wat nog mooier is, waar ga je van aan? Wat maakt jou boos? Wat heb jij te doen in je leven? Wie wil jij zijn? En wat is jouw ja, boodschap wat jij mag gaan brengen in de wereld? Wat is de waarde die jij mag brengen in de wereld? En misschien werk jij wel vanuit je talenten, en ben je gewoon niet zo happy. En waar dat aan kan liggen, dat is heel vaak verschillend, merk ik in de praktijk. En als ik kijk vanuit de positieve psychologie, hè, dat is een, uh, een stroming die eigenlijk vrij recent is, vanaf 2008 is die echt ontstaan. En de positieve psychologie, dat waren een stelletje psychologen, die hadden zoiets van, ja, leuk psychologie, maar we zitten alleen maar naar zieke, ziektes te kijken, naar wat er allemaal mis kan gaan uh, bij mensen te kijken. Wij willen wel eens onderzoeken waar mensen nou gelukkig van worden. Nou, en wat zij onder andere ontdekt hebben uh, qua positieve emoties: dat succesvolle, gelukkige mensen, dat die hun talenten gebruiken waar ze energie van krijgen. Daar zit de succesformule. En ze doen ook die taken uh, waar ze talent voor hebben. Waar ze niet zo goed in zijn, dat besteden ze uit. Nou, heel vaak. Als ik met mensen hiermee bezig ben, kan er al iets in je baan veranderen. Dus bedenk eens voor jezelf, als je dit herkent, oké. Okay, uh, wat zijn nou eigenlijk die taken of die dingen in mijn baan? Ja, die mij niet zo happy maken, waar ik ook eigenlijk niet zo goed in ben, maar die mijn collega wel kan doen. En wellicht is dit te bespreken in jouw team of met je manager, dat je kan gaan kijken van joh. Kan ik gaan schuiven in mijn taken met andere teamleden? Zodat iedereen in zijn kracht kan staan. En ook als je manager of, of uh, leider bent. Uh, van je onderneming of van je, van je team, whatever. Ja, zijn de, hoe zijn de taken in jouw team verdeeld over de mensen? Komen al die potentials eruit van jouw mensen? Van die mensen die bij jou werken? Of komt jouw potentie eruit? Krijg je daar de ruimte voor? Is de combinatie met de context waarin je werkt nog wel. Uh, klopt die nog wel? He, dat kan allemaal. Het kan, het kan net wat in die, die, die accenten liggen. Waardoor je net even wat meer aan die workaholic of aan de oververmoeide kant zit. En ja, dit zal je zelf moeten doen. Ik zie steeds meer in bedrijven naar steeds meer. Het is nu een gewoonte. Het is een gewoonte dat jij als werknemer uh, eigenlijk als een ondernemer mag gedragen. Hey, dat wordt uh, in mijn tijd uh, werd dat heel vaak geopperd en uiteindelijk uh, is dat af en toe wel eens uh, moeilijk, want je zit natuurlijk met allemaal uh, procedures als je in een grote corporate werkt en regelgeving. Um, hey, wil je wel als een ondernemer gedragen, maar voel je die ruimte niet? Maar toch, ik gun jou echt dat jij zelf de regie pakt over je werk. Waar jij energie van, van krijgt. Niemand anders doet het voor je. Je kan niet wachten uh, op iemand anders die dat voor jou gaat bedenken. Je zal zelf moeten opstaan en dat mogen gaan regelen. Nou, ondernemers weten dit wel. Um, en als je ondernemer bent en je hebt mensen in dienst. Um, Vaak mensen in loondienst. Uh, en al respect ervoor. Hè, dat, uh, um, dat is heel fijn. Maar die leunen wat meer op hun manager vaak, of op of, of, of de directie. Die hebben de directie of de leider nodig om hun koers te bepalen. Want zij zitten er echt puur voor het werk, wat ze heerlijk vinden, waar ze fucking goed in zijn. Um, ik zat even te bedenken of ik dat woord ging zeggen, maar gewoon, dat zeg ik wel. En ja, vaak nemen die mensen ook niet zelf het initiatief. Gelukkig inmiddels wel heel veel. De professionals waar ik mee werk, absoluut wel. Uh, en anders worden ze wel weer wakker hè, bij mij. Maar denk daar ook aan. Geef die mensen de ruimte om voor zichzelf te mogen denken. Je mag echt voor jezelf gaan denken. En dit is ook wat ik iedereen gun. En wat, wat eigenlijk moet, pak de regie. Ik zie ook zoveel slimme mensen. Bijvoorbeeld niet uh, de waarde vragen die ze waard zijn. En dat is zo zonde. Want jouw collega die vraagt bijvoorbeeld wel om een loonsverhoging. En jij niet. Dat is zonde. Dat zie ik dus ook heel veel gebeuren. Dus dit is eigenlijk een podcast, merk ik aan het worden, over loopbaancoaching, coaching. Career coaching. Uh, want ik zie nu ineens, als ik het hierover heb... allemaal mensen voorbij komen. Slimme, bevlogen mensen. Um, maar je mag voor je waarde gaan staan. En je mag gaan staan voor jouw werkgeluk. Dus zoek op wat jouw talent is. Maar wel dat talent waar je energie van krijgt. Want misschien ben je wel heel goed in schoonmaken... maar als je een beetje op mij lijkt, dan word je er stikzagrijnig van... En dan moet je dat dus bijvoorbeeld niet gaan doen. Dan mag je dat gaan uitbesteden. En zo ook in je werk. Ga eens voor jezelf na. Van ja, oké, okay, waar ben ik nou goed in? En waar ga ik nou van aan? En waar krijg ik dus energie van? En als je dan ook nog weet wat je wilt in je werk. Dus dat je gaat voelen. Weten wat bijvoorbeeld je waarden zijn. En je waarden, dat zijn in principes... Um, ja, met een emotie eromheen. Voor jou. Um, waarden zijn... Ja, jouw principes waar jij een emotie bij voelt. En dat gaat schuren als jij een waarde niet leeft. Dus heel veel mensen willen vrijheid. Maar wat is jouw definitie van vrijheid? Heb je dat in je werk? En kun je dat misschien nog gaan ja, creëren? En met uh, corona is er natuurlijk heel veel thuiswerken bijgekomen. Waardoor mensen die rust en die vrijheid uh, zijn gaan voelen. Um, dus daar is al een hele positieve verandering in als je kijkt naar het stukje vrijheid. Dat, dat verneem ik in ieder geval bij al die mensen die ik uh, mag zien. Dus bedenk ook eens voor jezelf: wie ben ik, wat wil ik? En van daaruit kun je gaan kijken: van joh, wat zijn nou die keuzes voor mij waardoor ik mijn intrinsieke motivatie heb? En waar is die plek? Waar is mijn plek? Waar is mijn werk? Waar is die plek waar ik waarde kan geven aan anderen? Aan het bedrijf waarvoor ik werk? Of misschien wel in je eigen onderneming? Of als ZZP'er? En dat gun ik jou echt, dat jij die bevlogenheid um, gaat vinden. En ja, ik, dat, dat, dat gun ik jou, want ondertussen zit ik even te kijken. Uh, wat de kenmerken van uh, bevlogenheid zijn. En deze kenmerken die heb ik van dokter Bakker en dokter Chauveli... van de Universiteit uh, van Utrecht. Die hebben, van hen heb ik, het, van hen, uh, heb ik de term uh, bevlogenheid uh, ontdekt. Zij doen heel veel onderzoek naar uh, burn-out en bevlogen werknemers. En wat zij zeggen zijn dat uh, bevlogen werknemers zijn proactief... Uh, als zij vastlopen in een werknemersinitiatief om er wat aan te doen. Ik wil dat jij dat ook doet. Dat jij voor jezelf gaat staan, voor jezelf gaat nadenken. en niet um, dat anderen voor jou laten doen. Hè? Dit, dit doen in, in tegenstelling tot opgebrande werknemers. die zich een speelbal van de omstandigheden voelen. en eerder passief afwachten. Echt, doe dat niet. Gun jezelf leuk werk. en een gelukkig leven daarmee. We doen het toch het grootste deel van de week. Bevlogen werknemers genereren ook hun eigen positieve feedback. Dus bedenk eens voor jezelf: hoe vaak geef jij jezelf naar complimenten? Vier jij ook die kleine successen? Heb jij kleine haalbare doelen die leiden naar een grote doel? He, daardoor voel jij je ook ja, competent, zelfverzekerd. Kijken we naar opgebrande werknemers: die, 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 zitten in, die zijn niet. Je toe meer in staat. Ze zitten gevangen in een negatieve spiraal en ze voelen zich ook incompetent. Als je dit hebt, zorg ervoor dat je eruit komt. Zorg weer dat je die, die, die feedback krijgt op uh, wat je doet als je daar fit genoeg voor voelt. En bevlogen werknemers ervaren congruentie in wat ze belangrijk vinden. En datgene waar de organisatie voor staat. Hè. Dus dat is die intrinsieke motivatie waar ik het net over had. Ze, wer ze, geloven in, he, ze werken volgens hun waarde en ze geloven ook in de waarde van de organisatie. Um, nou, dit gun ik uh, iedereen. En hoe kun jij hier nu meer voor zorgen? Check dus je energie. En um, vraag eventueel om steun. Genereer feedback voor jezelf om jezelf zekerheid te voelen. Ga coaching doen. Zoek ook voldoende regel regelmogelijkheden op je werk. Hè? Dus dat je meer um, dingen mag beslissen, dat je meer dingen voor jezelf um, ja, mag beslissen. Taakvariatie, dus variatie in je werk is heel belangrijk. Um, in jouw mate zijn er leer- en loopmogelijkheden die je nu ziet. Kun je ergens naartoe werken? Hè? Dat je hoger opkomt of juist meer naar de zijkant uh, gaat kijken. En heb jij loopbaanperspectief? Want dat, dat, dat geeft echt ook een, een stukje werkgeluk. Nou, ik hoop dat ik wat inspiratie heb kunnen geven om over je carrière na te denken, om sowieso over je baan na te denken. En nou, dit is ook waar ik um, veel mensen mee help. Ze zijn uh, de voldoening kwijt, ze zoeken naar die vervulling. En vaak zijn ze ook weer de verbinding met zichzelf kwijt. Dus, ja, mocht je interesse hebben, laat het me weten waar je mee zit. Dan kan ik altijd verder met je kijken. En wat je, ja, ik wil graag een actionable bijeen geven uh, naar deze podcast. Want het is leuk dat je deze podcast luistert. En als je het gevoel hebt, ja, ik wil nu echt hier wat aan gaan doen. Neem dan meteen een actie, hoe klein die is ook, naar deze podcast. Dus ga eens kijken voor jezelf, wat zijn nou die kwaliteiten waar ik energie van krijg? En de manier om je kwaliteiten te ontdekken is gewoon eens aan je collega's te vragen of aan mensen in je omgeving. Wat vind jij nou mijn drie superpowers? Waarvoor kom je bij mij als je een vraag hebt? Welke vragen stel je aan mij? Waar kan ik jou mee helpen? Uh, en dan, dan zul je zien wat daar de rode draad in is. En als je daar ook nog energie van krijgt, ja, dan heb je wel een, een mooie match in... Ja, wat jij in ieder geval wil gaan doen in werk bijvoorbeeld. Dus dat is een mooie eerste stap om mee te beginnen. En daarna volgen er nog een paar hele mooie andere stappen. Uh, die je kunt gaan doen. En als je daar interesse in hebt, laat het me even weten. Met een belletje of met een mail. En dan kijk ik uh, graag met je verder. Ik wens jou heel veel werkgeluk toe. Heel veel bevlogenheid. En uh, zorg dat je je eigen intrinsieke motivatie... Uh, Instelt, dat je vanuit je hart voelt welk verlangen je hebt in je leven en in je werk. En dan kun je echt mooie keuzes maken van binnen naar buiten. Voor vervulling, voldoening en verbinding. Heerlijk toch? Fijne dag, fijne avond. Doei doei! Dankjewel voor het luisteren. Ik wens jou een prachtige dag, middag of avond toe. En vond je het interessant? En vind je het de moeite waard om dit verhaal te delen? Dat zou geweldig zijn. Want hoe meer mensen ik kan helpen, hoe beter. En sowieso vind ik het leuk ook om contact met jou te hebben. Dus heb jij een vraag of weet jij een onderwerp voor een podcast? Laat het me weten, want dan kan ik jou nog beter helpen. En als je nog iets extra's wilt doen, ga dan naar iTunes. Zoek daar de podcast Katje van Gulik op. Scroll naar beneden en laat daar een review achter. Want dan word ik nog beter gevonden. En dan kan ik nog meer mensen bereiken en kan ik nog meer mensen helpen. Ontzettend bedankt alvast en tot de volgende keer.